Vandaag is de receptie in verband met het 25-jarig jubileum van de berichten. Een viering van 25 jaar. Actief en actueel. Het huidige team, en misschien dat u dat net op de video heeft gezien, is compleet aanwezig. Uitgezonderd Theo Aartsen. Want die wil graag op de pendalen staan voor de Gentse ouderen. Maar hij heeft beloofd dat hij hier nog zou komen. Het kan zijn dat hij het hele team meebrengt. En in die afgelopen 25 jaar is er natuurlijk heel veel veranderd. Hadden jullie zulke grote banden? Daar deed je ook mee monteren. Nu doen we het hier mee. Een SD-kaartje. Jullie hadden zo'n hele grote camera. Die kon je zo op de schouder leggen. Nu doen we het met zoiets. Maandagochtend stond in het programma dat om 11 uur het sprouwenjagersbeeldje zou worden uitgereikt in de orde van de sprouwenjager. Normaal gesproken vindt dat plaats voor de bibliotheek, maar dat viel wat je noemt in het water, dus ging iedereen snel naar binnen in zaal Providentia. En nu, met sprouwenjagersbeelden in vreugdevolle eer onder auspiciën van de Stichting Carnavalsgezelschap de Gentenaren, de orde van de sprouwenjager te mogen belenen aan pastor F.H.W. Capetti. Dus we gaan er nog 2 maanden samen hier optrekken. Inderdaad was ik verrast tot een uur, bijna een klein uurtje geleden, toen ik hier naartoe trok en ineens bekende gezichten zag. En dat waren gezichten van mijn familieleden. Dat ik verdorie, is het dan toch zo? Want heel even had ik eraan gedacht en toen had ik tegen mijn huisgenoot Agnes gezegd van dat moeten ze niet maken, want volgens mij zijn dit soort onderscheidingen juist voor parochianen of voor Gentenaren. En daarvoor dank ik jullie ook allemaal voor het verleden en naar de toekomst. Dat we nog maar veel van jullie mogen zien en nog mogen leren misschien wel. Dus nog vele jaren allemaal. Ja. Wij gaan het eerste jaar in ieder geval sponsoren dat de kar hier overdekt, beneden in de garage mag komen staan. En wij zorgen ervoor dat die elke dag opgeladen is, zodat ermee gereden kan worden. Dat is tegenwoordig de waarde die wij aan jullie gaan schenken om die kar in ieder geval aan het rijden te krijgen. En dat jullie een hoofd van de Hartstikke bedankt. Ik heb een zak mee.
Ja. 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 Ja.